Spannend hoor! Lokeren tegen Hendertaal! Ja! Laurel Schoonen van Excelsior haalde 27,63 meter. En Louis Misplon 27,33. En ze zijn vertrokken. Wij kijken uiteraard ook even naar Shari Lammers. Jelena. Op deze laatste discipline nog wat punten wil strokken om haar clubrecord te breken. Margot van Puyvelde, schieter als een pijl uit een boog vandoor.
De andere vijf atletes blijven in elkaars buurt. Doorkomst van Margot van Puyvelde in 1.05. En dan doorkomst van de tweede ploegleider Shari Lammers in 1.13. Dames en heren, dank u aandacht voor het podium van de kadetten. Op de derde plaats voor Racing Gent met 1691 punten, Louis Misplon. Op de tweede plaats voor Eendracht Haalst met 2109 punten, Arno de Dekker. En op de eerste plaats en provinciaal kampioen met een heel knap eindtaal van 3003 punten voor Lokeren, Dries van Nieuwenhoven. Vorig jaar kwamen op het provinciaal kampioenschap slechts tot 2634 punten. Mooie verbetering dus dit jaar. Ondertussen zien we Margot van Puyvelde in de laatste rechte lijn. Zij gaat hier een knappe 800 meter neerzetten. En klopt af op de klok 2:17:67. En dan sprint de andere groep, waarbij Shari Lammers nog steeds het voortouw neemt. Ze eindigt met 2:33, gevolgd door Jelena. Ine. Wat was nu de bedoeling? Ja, iets. Nu was het gewoon opschudden. Maar dat zit er. Dat gaan we dat doen. 3. Vita van